Hoi, wij staan nu voor het Hofpleintheater, want vanavond gaat de voorstelling Aladdin van het Afrikanenplein in première. Ik ben Manoa. En ik ben Mabel. En wij zijn vandaag de vervanging voor Thijs en Quinten. Inderdaad. Die konden helaas niet, maar hopelijk vinden jullie deze vlog superleuk en wij gaan jullie meenemen in deze avond. Wij gaan nu backstage. En we gaan kijken of de spelers een beetje zenuwachtig zijn en of ze er zin in hebben. Nou, nu zien jullie gelijk de reden waarom Thijs niet kon vloggen. Die heeft het namelijk druk met andere dingen. Thijs, wie speel jij in de voorstelling en waar zoek jij naar? Thijs? Misschien moeten we Siri zeggen. Siri! Hi. Hallo, wie speel jij in de voorstelling? Ja, ik speel ook Siri. Ook Siri? Ook Siri. En wat doen jullie in de voorstelling, Siri en Siri? Ja, wat niet? Nee, uit luiken komen, rook... Vuur, muziek, dans, zingen. Alles, musical, heel spannend. Dat gebeurt, ja, het is echt niet in één woord te vertellen wat wij doen in de voorstelling. Heerlijk, we houden het lekker breed. Yes, dat was hem. We zijn hier nu met ook een andere spelers. En wie spelen jullie in de voorstelling? Ik ben Radja. Ik ben Dalia. Ik ben Asila en Benjamin. Oké, en ik hoorde dat jullie leerlingen zijn op een school. En hoe heet die school? Deze. Wat voor school is dat? Een hele strenge, heel chique, een gymnasiumschool. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat doen jullie precies in de voorstelling? Nou, we zijn schoolleerlingen. We zijn vrienden van je school. Ja. Ik niet. Ik ben iemand anders. Oké, okay, ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. En hier boven mij zit Olaf. Ja. Heb je een beetje zin in de première? Ja. Ja, hoe vond je de repetities? Hoe vond je de kost? Heb je daar je zin gehad? Ja, het ging best wel goed, vond ik, bij de repetities. Ja, je hebt net de generale gehad. Ja. Ging die goed? Ging die lekker? Heb je er vertrouwen in? Begin niet zo, maar daarna wel. Ja, maar soms heb je een stroeve start, hè? Dat wil niks zeggen. Dit komt helemaal goed, toch? Ja. Dit komt helemaal goed, mensen. We staan hier nu naast Umema en Jeannie. En wie spelen jullie in de voorstelling? Lele. En ik speel moeder Selma en Lieselot. Mm-hmm. Zo dan. Nou, dat is dus Lela, dat is de moeder van Aladdin, toch? Ja, klopt. En hoe is dat om te spelen? Aladdin is een interessante jongen om zeg maar moeder voor te zijn, laat me zo zeggen. Oké. Laat me zo zeggen. En wie is moeder van jij? Ik ben de moeder van Sammy, Noor en... Ryan. Oké, dat moet je weten. Er zijn er zoveel. Nou ja, dus waarom zouden we naar Aladdin moeten komen kijken? Ja, het is gewoon een hartstikke leuke voorstelling. Nou, het is een leuke voorstelling. Er zit een beetje magie in. Maar dat moet je voor jezelf maar zien. En het gaat ook over actuele onderwerpen in Rotterdam. Dus ik zou zeggen, kom kijken. Nou, zeker komen kijken. De eerste helft zit erop. We zijn even een luchtje aan het scheppen. Want het is nogal intens. Ik wil graag van jullie weten, wat zijn jullie eerste indrukken? Hoe vinden jullie het? Ja, ik vond het heel cool. Ook met de lichten en zo en de muziek. Zeker. Ja, vooral de techniek was heel cool, dat de containers konden. Ja, heel veel licht en heel veel geluid. Wat vinden jullie van de liedjes tot nu toe? Ja, super leuk. Zijn lekkere swingers. Een hele gezellige boel hier. Ja, ik ben met Sam bij. Ze zijn er nog steeds. Ja, wij gaan lekker slapen. Doei. Wij zijn net de zaal uit en het was echt een hele leuke voorstelling. Ik heb echt vanaf seconde 1 genoten. Het waren echt superleuke liedjes en ja, superleuke effecten ook. Dus zeker kijken. Ja, het is zeker een aanrader. Hij speelt nog tot 22 mei, dus je hebt nog even tijd om te komen. Je kan kaartjes kopen op www.jeugdtheaterhofplein.nl. Dus nou, koop die kaartjes. Doen. Doei. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer misschien. Yes. Koop kaartjes. Koop kaartjes.